Jullie winnen vandaag met 6-1 van de Graafschap en gaan door naar de volgende ronde van de play-offs. Ja, dat was een overwinning waar weinig op valt af te dingen, denk ik. Ja, het was een speciale wedstrijd. We weten dat als je verloor, dat niet meer Eredivisie voor ons. En ja, we begonnen met een beetje druk. Ik voel dat met de onmiddellijke corner tegen, vrije trap tegen. En ja, we komen te veel terug in onze 16 en ze scoren het eerste doelpunt. En ja, dat je begon te denken, ja, wat gaat er gebeuren nu? De spelers en iedereen met een goede mentaliteit gevoetbald, ik denk. Dat het was een spektakel vandaag, een positieve attitude. En ja, we scoren, we komen terug 1-1. En nadat we begonnen te voetballen en we weten dat we zijn sterker. Zeker thuis met deze mooie sfeer, met deze supporter. Het was een heel mooie dag voor ons. Toch heel even terug nog naar die 0-1. Je zegt, het is even schrikken. Maar hoe snel had jij het idee van, dit komt toch wel goed vandaag? Nou ja, goed. Je weet onze krachten en kwaliteit. Alleen moet je zorgen dat de Graafschap niet verder uitloopt. Dus dat je blijft voetballen en niet panikeert. Ik denk dat we dat hebben gedaan en op het juiste moment tempo hebben gemaakt en ook de goals gemaakt. Ja, dan zie je dat we doorgaan. De jongens hadden ook het vertrouwen om niet bij 2-1 of 3-1 af te wachten. Gewoon tempo hoog houden en op jacht blijven gaan naar die vierde goal. En die valt dan net naar rust. Dat is ook een mooi moment. Ja, dan weet je dat het natuurlijk al lang gespeeld is. Ik denk tussen deze wedstrijd en de laatste wedstrijd, het was een groot verschil. En ja, we weten dat thuis met de sport we kunnen tegen iedereen winnen. En ook tegen de grote ploeg, zoals PSV, Ajax of Feyenoord of zo. En ja, maar we blijven goed in de wedstrijd met een goede mentaliteit. En om scoren te doelpunten is belangrijk. En zeker ook de invalbeurt was ook mooi, omdat we moeten denken aan donderdag nu. We moeten niet zeveren. En ja, we hadden veel spelers met last, met Frank de Moer, Jabel Tamata. En dat is ook belangrijk nu, dat de invalbeurt, dat ze hadden heel goed gedaan met de spelers. En ja, we moeten verder kijken. Ja. Ben je blij dat je ook weer zo belangrijk kan zijn geweest met 3 doelpunten? Ja, het is niet alleen op dat. Het maakt niet uit voor mij als wie score. Het belangrijkste is om te winnen vandaag. En zeker volgende wedstrijd en de laatste ook. Dat is alleen de overwinning. Maar ik denk vandaag iedereen heeft zijn job gemaakt. Zijn jullie met 6-1 nog mild geweest voor de Graafschap? Sorry? Zijn jullie met 6-1 nog aardig geweest voor de Graafschap? Ja, maar ik denk is iedereen heeft vertrouwen. Dat is ook goed voor de volgende wedstrijd. Dat is belangrijk omdat ik zie ook Christian Nemeth, die doet een goede invalbeurt. En iedereen, Martin Montaigne, komt met 3 assists. Dus ja, het is heel mooi. Ja, want dit is natuurlijk ook een uitslag die aanspreekt. Ook Sparta zal denken, god, dat zal niet makkelijk worden daar dan in Kerkrade. Ja, zeker. Maar wij ook. We moeten niet zo denken dat ja, we hadden 6-1 gewonnen. En dat is al een makkelijke wedstrijd. Zeker de eerste wedstrijd uit. Dat is de belangrijkste. We moeten focus zijn voor dat wedstrijd.